Ik ben Ad de Roy, componist, pianist. Ik ben getrouwd met Charlotte Molenkamp. En misschien dat ik bekend zou mogen zijn door middel van mijn muziek. Jullie zijn van harte welkom. Nou, altijd de entree is al overweldigend, maar als ik hier helemaal binnenkom, dan heb ik het idee dat ik excursie ben in een paar eeuwen terug in een of ander mooi kasteel. Ik moet je zeggen, ja, wij zien ook iedere dag opnieuw wat een voorrecht het is om in dit huis te wonen. Ja. Toen wij hier inkwamen was eigenlijk de enige luxe een straaltje koud water in de keuken en een peertje aan het plafond. Ja. En verder hebben we alles aan het huis gedaan wat je maar bedenken kunt. En wat je niet bedenken kan, is ook gebeurd. Ja, want je hebt hier zelf ook nog het een en ander gedaan, vertel je, hè? Dat goud. Ja, als je daar kijkt, dat goud heb ik zelf gedaan. Daar heb ik jaar over gedaan en dan iedere dag 3 kwartier op een ladder. Dus je zag iedere dag die ladder zo'n stukje verder gaan. En dat moet je wel zelf doen. Dan wordt een ander wordt daar gillend gek van. Ja. Wat er blinkt hier? Ja, dat is misschien een tik, maar wij verzamelen verguld porselein. Ja, heeft de sfeer van het huis, van wat hier binnen staat, ook te maken met de sfeer van de muziek die je maakt? Ik denk het wel. Het zijn beide natuurlijk uitingen van je. Ja. En die corresponderen wel met elkaar. Mm-hmm. Maar hoe kwamen jullie erbij om in dit huis te wonen? Hoe kwam dit zo vrij? Nou, daar hebben we toch wel heel veel moeite voor moeten doen. Ik denk dat iets meer dan 20 jaar geleden kwam ik weer eens in Tilburg kijken naar mijn geboortestad. Toevallig kwam ik over de Koningshoeve binnen en verbaasde me over de pracht van dit huis en de toestand waar het zich in bevond. Toen heb ik er bijna 4 jaar over gedaan om dit pand te kunnen kopen. Ja. En toen was het in niet zo'n geweldige staat. Heeft het nog een voorgeschiedenis, dit pand? Van wanneer is het gebouwd? Wie heeft het hier neergezet? Het is gebouwd in 1886 door ene Hoeben. Die kwam uit Duitsland zonder 1 cent op zak. Begon hier in Tilburg een textielververij. En is later een van de rijkste mannen van Brabant geworden. Mm-hmm. En heeft dit huis laten bouwen. Zo ook Dennenhaag aan de overkant en een aantal panden in de Sint-Jozefstraat. En heeft hij hier zelf gewoond? Hij heeft hier gewoond, ja. Mm-hmm. Ja. En een dochter van hem is later weer getrouwd met burgemeester Van der Mortel. En die hebben hier ook deels gewoond. Ah. Hm. En jullie blijven hier natuurlijk nog heel lang wonen. Ik hoop het pas horizontaal te verlaten en niet eerder. Oké. Okay. Het is wel een hele mooie bank, hè? Zit die lekker? Jij mag daarop zitten als uitzondering. Waar? Oh, sorry, ik zie een briefje liggen. Gele bankstel niet gebruiken. Dit heeft vast wel een verhaal. Misschien een vreemd verhaal dat je een bankstel niet mag gebruiken, maar dit is een 17e eeuws
Napolitaans bankstel, bedoeld voor frêle dametjes in hoepeljurk. Oh, sorry, dat weet ik niet. Jawel hoor, maar het is niet de bedoeling dat daar 6 stevige Brabantse kerels op neerploffen. Want dan blijft er van die bank natuurlijk niks over. Nee. Een Napolitaanse bank, zeg je, je hebt veel met Italië, denk ik, hè? Ja, ik ben echt een Italië-liefhebber. Ik zit daar een paar keer per jaar en ik heb het voornemen, dat niet zou lukken, de eerste sterveling te zijn die misschien alles gezien heeft. Nou, het is niet alleen goud wat er blinkt, maar deze kleur mag er ook wel zijn, dat knallend blauw. Is dat origineel? Nee, dat is niet origineel. Hoewel ze in de barok alle kleuren van de regenboog gebruikten, is dit niet origineel. Dat hebben wij erop gezet. Ja, ik vind het wel mooi. Mag je hier wel op zitten? Hier mag je zeker op zitten. Ja. En dan hier, als je zo kijkt naar die prachtige spiegel met al dat goud er weer voor. Nou, je kunt er natuurlijk ook niet omheen. Naast al dat barokken zie ik ook de schilderijen van Charlotte. Hoe denken jullie zo'n combinatie? Wij vinden dat prachtig. Het werk van Charlotte is natuurlijk ook heel barokkerig. En wij zouden hier niet oude schilderijen willen hangen, want dan wordt het een museum. Ja. En moderne kunst geeft je natuurlijk toch energie, is dynamisch. En dat moet er toch ook wel in zijn. En zo hebben jullie samen jullie eigen huis met een eigen karakter gemaakt. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Ik ben geboren in Tilburg op de Spoorlaan en op mijn 9e ben ik verhuisd naar Utrecht, waar ik later tandheelkunde en piano ben gaan studeren. Aan tandheelkunde heb ik de brui gegeven omdat muziek toch sterker trok. En toen ben ik op mijn 29e tot mijn blijdschap weer teruggekeerd naar Tilburg. En nu vul ik het grootste gedeelte van mijn dag met het maken van pianomuziek. Jouw kijk op de wijk wordt de hele kijk op Koningshoeve, want hier is natuurlijk van alles te zien. Ja, de Koningshoeve is een fantastische monumentale straat met een groot aantal, vind ik, bijzondere bewoners. Ja. Maar wat is hier nou zo bijzonder aan deze plek? Waarom wil je hier naartoe? Hier woont toch ook, vind ik, een bijzonder iemand, een orgeldraaier of iemand die eigenlijk met alle pneumatische instrumenten omgaat. En hij heeft kennelijk nu een heel bijzonder orgel, dat ik ook nog niet gezien heb. En dat zou hij even laten horen. En wie bent u? Jacob. Jacob. Mooie naam. Ja. Nou, we gaan met Atte Rooijen hier een beetje door Koningshoeve. We zijn kijken op Koningshoeve en hij zei, dit is de eerste stop, hier moeten we kijken. En u heeft schijnbaar iets moois te laten zien, een orgel. Ja, kom maar kijken naar binnen. Ja? Dan zullen we eens even kijken. Ja. Oh, hier is het wel donker. Heeft u een lichtje? Dit is een heel ander huis dan van de buren, ja, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Maar de horen er vroeger aan, want hier woonden de dienstmeiden, de koetsier en de tuinman. Ja. Dat waren de pagewoningen van de villa-broeder. En de dienstmeiden van wie woonden er toen in die tijd, weet u dat? Ja, dat weet ik al niet meer. Ik heb ze nooit niet gepapeerd, hè. Nee. En hoe bent u hier dan terechtgekomen? Ja, ben ik hier naar terechtgekomen? Ik zo, dat is al lang geleden. Jij woont hier al zeker 20 jaar, hè? Veel langer. Langer? Veel langer. Veel langer, ja. En wat vindt u hier zo bijzonder aan om hier te wonen? Onze buurman en de buurvrouw. De buurvrouw,
Nog het ergste. Maar u heeft hier iets heel moois staan. U bent orgeldraaier, hè? Ja. Laat hem eens horen. Dat valt wel heel erg. Nou, dat waren de buren. Maar de buren van jullie buren, dat is weer je schoonmoeder. Een heel ander verhaal. Dat zeker. Dit is het ouderlijk huis van Charlotte, Willemhof. En dit was het amoureuze jachtbuitentje van Willem II. Maar wanneer heeft Willem II dit hier neergezet? Weet je dat nog? De exacte datum weet ik niet. Ik geloof dat ze nog een akte hebben uit 1845. Ja. Dus in die buurt zal dat wel ergens zijn. Niet alleen het jachthuis van Willem II, maar dit was voorheen ook het atelier van Nico Molenkamp, hè, de vader van Charlotte, een bekende kunstenaar. Ja, dat is zo, het atelier van Nico Molenkamp. Helaas is hij een paar jaar geleden overleden. Ja. Dat was een fantastisch leuke man. En die heeft hier heel wat schilderijen geproduceerd. Ja. Hij had niet alleen dit huis, maar het strekt helemaal uit tot aan het klooster, hè? Niet helemaal, want Hoeben, dus de bouwer van ons huis, ja, die bezat alle landerijen. Mm-hmm. En die heeft, meen ergens eind vorige eeuw, de grond van het Trappistenklooster aan de Trappisten afgestaan. Ja. Dat is moeilijk, wat vind je het leukste aan Tilburg? Ik denk dat ik het leukste vind aan Tilburg de kunstenaars die er wonen. Schrijvers, dichters, beeldhouwers, schilders, muzici. Hier in Tilburg is het allemaal niet zo aanstellerig en men doet hier erg goed zijn best. Met prima resultaten. En dat bevalt mij zo goed. Ja, dit is toch ook een fantastisch stukje, hè? Nog ja, ongerept eigenlijk, hier langs de Lei. Wandel je hier ook nog regelmatig? Bij tijd en wijle. Ja, en langs de Lei, kun je dat helemaal aflopen, dat stuk? Nee, je kunt hier niet echt binnendoor, maar je kunt wel de Koningshoeve aflopen en dan langs het Wilhelmina-kanaal terug. Ja. En dat is ook een hele leuke route. Ja. Veel variëteit, hè, zo op een paar honderd meter. Ja, dat maakt denk ik mede de Koningshoeve zo leuk. De variëteit aan bewoners en aan activiteiten. Er wonen een aantal kunstenaars uit diverse disciplines. Het Rode Bietje, een ecologische tuin. Curiosa Village, wat we zo nog even bezoeken, wat dus uiterst curieus is. Er is wat kantooractiviteit. En het begin en het einde van Koningshoeve is natuurlijk ook heel speciaal, hè? Absoluut, ja. De Koningshoeve wordt eigenlijk afgesloten aan beide kanten door kloosters, abdijen. Aan de ene kant is het het cenakel, ja, wat nu een prachtige concertzaal is. Ja, daar heb je zelf natuurlijk ook een paar keer opgetreden. Daar heb ik twee keer een recital mogen geven. Ja. En aan de andere kant de abdij van Koningshoeve. Ja. En daar ben ik destijds met Charlotte getrouwd. Aha, dus beide hebben ook nog een persoonlijk tintje. Zonder enige twijfel. Thank you.
Curiosa Village zijn geloof ik 3 of 4 of 5 bedrijven waarvan dit Empire heet. Ja. Nou, ik begrijp wel waarom, denk ik. Ja, dit is toch een lust voor het oog. Ja. Wat heeft nou jouw voorkeur? Want we zijn verschillende zalen, kassen moet ik zeggen, doorgelopen en dan loop je toch heel snel hier naartoe. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk mag zijn. Het goud schittert en je komt hier heel vaak erg leuke meubelen tegen. Als je hier eens doorheen loopt, wat kies jij dan uit? Je zou iets uit mogen kiezen voor in je huis, wat zou je dan pakken? Dat kan ik je wel laten zien. Ja, dan moet je even niet kijken naar de kleur, maar naar het model. Ja. En dat is dat blauwe hierachter. Mm-hmm. Kijk, dat zou ik hier ook bij doen. Ja. Is verder wel puntgaaf, maar ik vind het niet mooi. Maar daarentegen is het snijwerk weer wel heel mooi. Ja, prachtig. Ja. Dit heb je dus op het oog? Nou, ik weet niet of ik nog hele bankstellen koop. En de ruimte is ook eens een grens. Maar ik vind deze wel heel mooi. En ach, je weet het niet. Weet je waar het vandaan komt? Ja, ik denk dat dit Noord-Afrikaans is. Daar hebben natuurlijk heel lang Engelsen en Fransen gezeten. Ja. Die daar de timmerlieden opdracht hebben gegeven om het in hun stijl te maken. Mm-hmm. Dus je kunt het eigenlijk toch wel als West-Europees betitelen. Ja, nou, we komen over een tijd terug om te kijken of het bij jou staat. Wie weet. Spuuglelijk vind ik in Tilburg een aantal dingen. Te beginnen met de heuvel. In godsnaam haal die staketsels daar weg. Maak het plein autovrij, waardoor het gewoon een echt gezellig plein wordt. Verder vind ik lelijk de residence Noordhoekring. Wat een gemiste kans voor welke architect dan ook. Voorts vind ik de staketsels op het Koningsplein, Willemsplein. Misschien is jouw koene best goed, maar dit is natuurlijk een aanfluiting. Haal het weg, mensen. Nou, je vertelt het prachtig in het Italiaans, Gero, maar kun je het ook in het Nederlands uitleggen? Dan staan wij bij. Ik hoop dat de maestro, nostro grande maestro, spero che sia tutto di gradimento, dat alles naar uw wens is. Nou, dat was het al. Dankjewel. Nou, zoals je weet eindigen we het programma altijd met het favoriete café of restaurant van. En jouw keuze is gevallen op Amici del Vino, de wijnvrienden. Vendetto. Ja, van het restaurant van Gero, die hier net aan tafel was in de Molenstraat. En hij kookt authentiek, echt Italiaans. Je voelt je hier in een huiskamer, je bent hier thuis. Het is een hele aparte gelegenheid hier. Je kan het iedereen aanraden. Niet iedereen moet het doen, maar dan kan ik er niet meer bij. Toch doen. En dan wil ik je natuurlijk weer vragen, wil je een toast uitbrengen op iets wat met Tilburg te maken heeft? Ja, heel graag. Ik wil een toast uitbrengen in de vorm van een wens. En die wens is dat ik hoop dat Tilburg nog eigenzinniger wordt en nog bruisender. Mensen, we gaan er tegenaan. Oké, lijkt me mooi. Proost. Jullie het gezellig.